Alle gemeenten in Nederland krijgen nieuwe taken. Vanaf 1 januari 2015 zijn alle gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor delen van de AWBZ, die overgaan naar de WMO, de participatiewet en de zorg voor de jeugd. Deze taken gaan over van het Rijk naar de gemeente. De gemeente Ede kan deze taken goed oppakken omdat ze veel dichter bij de inwoners staat. Om de zorg betaalbaar te houden, worden taken anders geregeld. De gemeente kiest ervoor de nieuwe taken dichter bij huis te organiseren. Dat maakt het eenvoudiger en goedkoper. Vanuit het Rijk krijgen gemeenten namelijk minder geld voor deze nieuwe taken. Daarnaast wordt gekeken naar wat inwoners zelf kunnen, eventueel met hulp van familie, vrienden of buren. Delen van de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, gaan over naar de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet is er voor iedereen die langdurige ondersteuning nodig heeft. De gemeente wordt nu ook verantwoordelijk voor dagbesteding, dagopvang en individuele begeleiding. Dit is onder meer voor ouderen, chronisch zieken, mensen met niet aangeboren hersenletsel, zintuigelijk gehandicapten die hulp nodig hebben, maar ook voor mensen met een verstandelijke beperking of mensen met een psychische aandoening. Het uitgangspunt is dat iedereen mee kan doen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen. In 2015 heeft de gemeente niet alleen de zorg voor cliënten die vallen onder de WMO. Vanaf dat moment vallen ook inwoners die nu een beroep doen op delen van de AWBZ onder de zorgplicht van de gemeente. Dit zijn er ongeveer 1500. In een maatwerkgesprek bekijken consulent en cliënt samen naar de ondersteuning die nodig is. Sommige cliënten vinden het prettig om bijvoorbeeld een familielid bij het gesprek te vragen. Uiteraard is dit ook mogelijk. Meneer en mevrouw Van den Broek voerden een gesprek met een consulent. Daarin kwam naar voren dat het voor meneer Van den Broek steeds zwaarder werd om zijn demente vrouw te verzorgen. Het resultaat van het gesprek was dat mevrouw Van den Broek 2 middagen in de week wordt opgehaald door een vrijwilliger die haar naar de dagopvang brengt. En zo krijgt zij de ondersteuning die ze nodig heeft en krijgt meneer Van den Broek wat tijd voor zichzelf. De gemeente wordt ook verantwoordelijk voor mensen met een arbeidsbeperking. Het uitgangspunt is dat iedereen mee kan doen. Bijvoorbeeld in werk, vrijwilligerswerk of arbeidsmatige dagbesteding. Voor wie kan werken, wordt een passende arbeidsplek gezocht. De gemeente is nu al verantwoordelijk voor mensen in de bijstand. Dat zijn er in Ede zo'n 1700. Vanaf 2015 komen hier ook nog mensen bij met een arbeidsbeperking. Dit gaat om ongeveer 130 inwoners per jaar. Al deze mensen vallen straks onder de participatiewet. In de regio creëren de gemeenten samen met het bedrijfsleven arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook zoekt de gemeente samen met maatschappelijke instellingen naar zinvolle activiteiten in de wijk voor mensen die nog niet kunnen werken. David heeft een vorm van autisme. Ondanks zijn beperking heeft hij een leuke en passende werkplek gevonden. Hij werkt als medewerker bij de Albert Heijn in Bennekom. Meerdere vormen van zorg voor de jeugd komen naar de gemeente toe. Het is belangrijk dat alle kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen en kunnen meedoen in de samenleving. De jongeren staat centraal en er wordt gewerkt aan een aanpak per huishouden. De uitgangspunten daarbij zijn zorg niet langer inzetten dan nodig, ondersteuning regelen in de buurt, 1 zorgplan per huishouden. Belangrijk is wel dat het huishouden 1 vast aanspreekpunt krijgt. Door vroeg op de hoogte te zijn van eventuele hulpvragen, wordt voorkomen dat kleine hulpvragen grote problemen worden. In de gemeente Ede gaat het om 3000 jongeren die zorg nodig hebben. De vader van Roos wordt geholpen om van zijn verslaving af te komen. De moeder van Roos kon de opvoeding moeilijk alleen aan. Samen met een hulpverlener is een plan opgesteld voor het gezin. Er is besproken hoe de ondersteuning er voor het gezin uit komt te zien. Het gezin wordt nu geholpen door familie. Roos kon hierdoor thuis blijven wonen en het gaat goed met Roos. Ze heeft veel vriendinnetjes en door haar stabiele basis doet ze het goed op school. Er komen veel nieuwe taken naar de gemeente. Het is belangrijk dat die goed en zorgvuldig worden uitgevoerd. Samen met instellingen en organisaties werkt de gemeente aan de voorbereidingen. Belangrijk is dat de meest kwetsbare inwoners goed ondersteund blijven. Samen naar oplossingen wordt gezocht, waarbij de gemeente kijkt naar wat u zelf kunt of wat u samen met uw omgeving kunt regelen. En als dat niet lukt, dan wordt gekeken naar wat de gemeente voor u kan doen.
de ondersteuning dicht bij huis wordt geregeld, u één aanspreekpunt krijgt, ook als u van meerdere instellingen ondersteuning ontvangt, de veranderingen geleidelijk worden doorgevoerd. Natuurlijk wilt u graag weten of er iets in uw situatie gaat veranderen. In de herfst krijgt u informatie over deze veranderingen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.ede.nl/samenvoorelkaar of u belt naar 140318.